Jij hebt het heel druk gehad de afgelopen periode. Ja, nogal druk gehad. Een aantal leuke dingen gedaan. Ik ben verkozen tot bestuurslid van Frontiers. Ah, gefeliciteerd. Mijn eerste bestuursfunctie. Jullie stem heeft geholpen. Frontiers is de vakvereniging van front-end developers. Ja. En we proberen, of ons doel is, het vak front-end development te helpen professionaliseren. Ja. Dat is de afgelopen 5 jaar is dat eigenlijk hartstikke goed gegaan. Er is heel veel gebeurd. Heel veel eigenlijk op front-end zelf gericht. Van een goed congres. Extreem goed inhoudelijk congres eigenlijk. Heel veel bijeenkomsten voor front-end developers. Allemaal activiteiten voor front-end developers. En waar ik me de komende tijd op wil richten. Vanuit dat bestuur. Dat moeten we even kijken of de rest van het bestuur er ook wel helemaal mee eens is. Dat is om aansluiting te zoeken met andere vakgebieden. Ja, ja. Front-end development, dat is nogal specifiek vakgebied. En er zitten heel veel specialismen omheen natuurlijk. Dus designers, interactiedesigners, contentmakers. Developers. Developers natuurlijk, inderdaad. Echt, nou ja, nog en wat probeer je te bereiken? Dat die connectie beter gemaakt wordt? Of dat we elkaar beter begrijpen? Of... Ja, nou ja, het doel is natuurlijk dat je elkaar beter begrijpt. Maar wat er ook is, ik heb gemerkt dat als je gaat samenwerken met andere specialisten, dat je... er is heel veel, die mensen hebben heel veel kennis waar je wat aan hebt. Ja. En als je niet met die mensen samenwerkt, dan kom je daar nooit achter. Dus, nee. Dus het is aan de ene kant is het bijvoorbeeld zenden van de kennis die front-end developers hebben. Een deel van die kennis moet gewoon bekend zijn bij de mensen om ons heen. Ja, en dat is op dit moment niet zo. En andersom is het ook zo, een deel van de kennis die de mensen om ons heen hebben, die moeten wij weer hebben. Daar worden we gewoon beter van. Ja, precies, ja. En dan heb je een heleboel mensen die dat vanuit het proces doen. Die zeggen van, we gaan agile en we gaan een heleboel scrummen. Want dat betekent dat mensen in een hok zitten. En, Nou ja, kijk, dat is ook goed. Gewoon samenwerken. Maar niet iedereen zit in zo'n situatie. Nee. Dus het gaat om alle front-end developers. Dus een hoop mensen zijn bijvoorbeeld freelancer. Oh ja, en die werken heel vaak in een eentje of op huurbasis. Ja. Dus ik wil in ieder geval, er zijn heel veel andere vakverenigingen, kijken of we daarmee kunnen samenwerken. Alle initiatieven op dat punt zijn wat mij betreft welkom. Dan kan je gewoon contact met me opnemen als je zoiets hebt van, ik heb een idee. Ja, apenstaartje van Zielis. Ja, ik ga er zelf natuurlijk niks aan doen, want ik ben bestuurslid. Nee, ik ga het mogelijk maken. Oh, sorry. Delegeren. Mogelijk maken. Ja. Maar wel erg leuk vind ik het. Het is een vereniging waar ik me al jaren mee bezig hou, wat ik echt een goed ding vind. Ja, ik ben eens op een paar van die congressen ben ik geweest. En dat was wel, dat is gewoon heel erg inhoudelijk. En je merkt dat daar ook mensen heel geïnspireerd uitkomen. Al was het maar sommigen die zien wat het andere perspectief is van andere frontenders, maar ook van andere disciplines. Ja. En dat vind ik ook heel erg waardevol. Ja. Voor contentmakers is het, hoe heet het voor mezelf? Ik vind het, wij leven eigenlijk van de vaardigheden van de frontenders. Dus als jouw verhaal niet in de juiste container zit, als je video niet op de juiste manier in de HTML staat, dan kan het heel goed zijn dat die simpelweg niet gevonden wordt. Ja. Of niet gezien kan worden. Mm-hmm. En, dus op die manier is dat wel erg belangrijk. Ja. En hopen dat... Maar zijn er dan ook andere soortgelijke vakgebieden waar jullie vriendjes mee zijn? Allianties mee aan kunnen gaan? Nou ja, er zijn een aantal... Ik zou graag aansluiting willen vinden bij de Adobe User Group. Ja. Want daar zitten waarschijnlijk alle visuele creatieven. Ja. Dat is een enorme vereniging, is dat. Heel veel mensen. En ik geloof dat het 6.000 leden of zo. Oh, wauw, dat is best groot. En dat is Nederland? Nederland, ja. Wow. Alleen Nederland. En het zijn allemaal Photoshop gebruikers? Waarschijnlijk, voornamelijk, ja. Ja, dus dat lijkt me, dat soort groepen, je hebt, ik vind dat zo'n rare naam altijd, Adobe User Group. Dat is echt alsof je alleen maar met Adobe creatieve dingen kunt doen. Maar goed, daar zitten de meeste creatieven. Het is natuurlijk, ik bedoel, Adobe heeft wat dat betreft echt een monopolie op creatieve.